Welkom aan tafel Jos Verhoeven. Jullie hebben net de website gelanceerd, dekwetsbare.nl, waarmee jullie meer aandacht willen bereiken aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt, de onderkant van die arbeidsmarkt. Wat is nou het meest prangende probleem? Nou, er zijn er eigenlijk drie. Het eerste probleem is natuurlijk het enorme gebrek aan banen. Het tweede probleem is dat de banen aan de onderkant die er zijn, die kalven steeds verder af. De arrangementen worden steeds slechter voor de mensen. Er zijn bijna geen vaste contracten meer. Mensen worden eigenlijk als klapstoeltjes gebruikt. De wet op de werkzekerheid is juist veranderd. Dus de vaste banen komen meer in het zicht nu. Nou, ik denk dat dat onzin is. Dat is onzin? Er is geen enkel bewijs voor dat dat zo gaat werken. En het derde probleem is het feit dat er heel veel beleid ontwikkeld is. En dat beleid dat blijkt dus allemaal niet te werken. Of zelfs averechts te werken. U bent niet de enige die er zo over denkt. We hebben hier een hele mooie quote. Gisteren was de presentatie van uw boek. Of van het boek, hè, De Kwetsbaren. Ja. Naar aanleiding daarvan is de portal gebouwd. We gaan heel even samen kijken. De gemeente Tilburg heeft vanaf 2008 gezegd van we gaan inzetten op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verrichten heel veel werk voor de gemeente en wij dachten dan nemen we ook mensen aan voor de gemeente. Door die mensen een goede opleiding te geven, hebben die allemaal minimaal 32 uur aan het werk gezet. Onbepaalde tijd. Komt een nieuwe aanbesteding zoals zo vaak. En de aanbesteding kon gegund worden, maar dan moest je wel een social return doen. Maar die heb ik er allemaal al, die mensen met social return. Nee, die moeten dan eigenlijk ontslagen worden om daarmee weer andere mensen aan te nemen. Anders kun je de opdracht niet krijgen. Dat is natuurlijk waanzin. Daar gaan we natuurlijk niet aan meedoen. Nou, dat is hele duidelijke taal. Dat onderschrijft uw gevoel? Ja, ik denk dat deze ondernemer heel nadrukkelijk aangeeft waar het probleem zit. Ik ga ook nog even heel eerlijk reageren. Ik las het, dekwetsbare.nl. Ik denk, ja, dat vind ik nogal stigmatiserend. Ik persoonlijk was ook niet zo stuk van de titel, maar laten we eerlijk wezen, dat is natuurlijk het recht van de auteur. Ik wil niet die kwetsbare zijn en me daarop gaan profileren. Dus ik moet naar die portal, dat is de bedoeling. Ja. Even de portal vragen dat mensen er naartoe gaan, dat er ideeën gelanceerd worden, dat er interactie ontstaat. Ja. Ik kijk wel uit, ik ga mijn naam daar niet op zetten. Nou ja, kijk, de bedoeling van de portal is niet zozeer om de mensen zelf naar de portal toe te krijgen. Wat we met die portal willen is iedereen die een idee heeft hoe we nou het systeem structureel kunnen veranderen, die vragen we om dat idee aan te leveren. Maar hoe? Wat zet je daarvoor in? Andere social media of hoe gaat dit werken? Ja, nou ja, een van de dingen die we doen is, we hebben natuurlijk met andere social media, met Twitter, we hebben ook een journalistenopdracht gegeven om nou eens een aantal mensen in Nederland te benaderen die ooit eens wat oorspronkelijke ideeën op dit terrein geventileerd hebben van zijn die nog werkbaar, zouden die nog kunnen? Die oorspronkelijke ideeën? Ja, nou ja, bijvoorbeeld het eerste idee wat er nu op staat is het idee om de belasting op arbeid te verleggen naar de productie op consumptiegoederen en de consumptie op productie. Als je de belasting, sociale lasten weg te halen daarvan. Ja, als je de belasting fundamenteel verlaagt op arbeid, creëer je natuurlijk heel veel handjes. Ik snap het, maar hoe realistisch is dat? Ik denk dat dat heel realistisch is. Het is al heel oud idee, hè, zei u. Het is een idee uit de begin jaren 90, maar het is nooit omarmd geweest door de politiek. Omdat je moet dan een fundamentele verandering doorvoeren. Mm-hmm. En in ons polderlandje is de grootste angst die we hebben, is fundamentele veranderingen doorvoeren. Hakken in het zand. En onze stelling is, als je nu doorgaat met dit beleid, wat eigenlijk alleen maar pleisters plakken is, en steeds weer opnieuw dat oude, gammele autootje repareren, en daarmee weer hopen een aantal kilometer verder te komen, dan komen we er niet. De laatste vraag, en dat is meteen misschien wel een leuke sweep om iedereen bij de portal te betrekken. Wat er nu gebeurt bij Philip Morris, 1200 mensen, het staat op springen, dan hebben we het nog niet eens over al die toeleveranciers, et cetera. Hebben zij hier nu ook al iets aan? Want over kwetsbaren gesproken, dan hebben we wel een grote groep te pakken. Nou ja, ik zou niet al die mensen willen betitelen als kwetsbaar. Want er zullen ongetwijfeld een aantal mensen bij zitten die vrij snel andere employ weten te vinden. Maar ik neem bijvoorbeeld de mensen daar van 50, 55 die daar 30 jaar lang gewerkt hebben en bijvoorbeeld aan 1 of 2 machines gestaan hebben. Ja, dat. Nogmaals, de titel is misschien niet zo gelukkig gekozen, maar dat zijn wel kwetsbare mensen in de zin van die zullen de komende tijd niet aan het werk komen. Dat kun je heel makkelijk becijferen met allerlei modellen die daarvoor zijn. Hebben zij daar nu direct iets aan? Nee, dat denk ik nog niet. Want nogmaals, dan moeten we fundamentele veranderingen doorvoeren. Maar één ding is wel zeker, aan het huidige beleid en de huidige regelingen die we daar allemaal voor hebben, hebben ze ook niets. Misschien, dat hoop ik althans, staat het er over 3 maanden al een heel stuk, hoe zeg je dat, beter voor, met meer inhoud. En dan hoop ik u graag nog een keer te spreken hierover. Heel vriendelijk bedankt. Heel veel graag succes. Graag gedaan. Dankjewel.